het is heel vervelend. Je krijgt een, we gaan met een, ja, zeg maar een soort wattenstaafje, maar dan wat langer, die is ongeveer zo lang, gaan we in de neus, maar vrij diep, totdat de tranen in je ogen komen, dan weten we dat we goed zitten. Dan halen we een kweek weg en daarna halen we hem nog uit de keel weg, achter de huig. Dus de mensen krijgen dat ook wel een beetje kokneigingen. Dat is, ja, hoort erbij, maar dan weten wij dat we goed zitten. Ik mag doorrijden tot aan de streep. In een paar dagen tijd is hier op het ziekenhuisterrein een drive-in opgezet waar speciaal getrainde medewerkers van het SCAL en van de GGD de coronatesten afnemen. Viel het mee of viel het tegen? Nou, in dat keel is niet zo fijn, maar voor de rest valt het wel mee. Ja, ja. Hoor, ja, ik zag er niet zo tegenop. De opdracht is om per dag 100 testen uit te voeren. En dat hebben we dan berekend. Je ziet hier dat we 4 testlijnen hebben. Dus dan moet het mogelijk zijn om van 's morgens 8 uur tot zo 12 uur 100 mensen te zien. De telefoon staat sinds de start van de drive-in rood gloeiend bij de GGD. En dat zal voorlopig niet minder worden, is de verwachting. Er is een speciaal callcentrum ingericht en daarnaast is er een website waarop je het bezoek en de drive-in kan plannen. Het is fijn dat het er is, ja. En het is ook goed dat het er is. Ja? Ja. Ja, zeker. Waarom vind je het goed? Nou ja, zeker omdat als je in de zorg werkt, je ook niet en je collega's ziek wil maken en vervolgens ook nog patiënten ziek wil maken. Dat wil je gewoon niet als je het hebt. Nee. Nee. Hoe lang moet je nou op de uitslag wachten? Twee dagen, ja. Vind je het spannend? Ja, is wel spannend. Zeker. Okay. Ja. Nou, succes. Dank je wel.